Welkom allemaal. En zoals Roland ook zegt, ja, ook de goede vriend Corona is bij mij op bezoek geweest. Dus ik wil mij alvast excuseren, moest mijn stem het op een of andere manier laten afweten, maar ik ga toch mijn best doen om een zo helder mogelijk verhaal te vertellen. Dus ja, ik neem jullie graag mee in het verhaal rond sedentair gedrag bij hybride werken en wil op het einde ook even toelichten hoe dat wij als KU Leuven zijnde daar eigenlijk mee omgaan en hoe dat wij onze werknemers proberen aan te moedigen tot meer dynamisch werken. Ikzelf ben afgestudeerd dus aan de KU Leuven als bewegingswetenschapper en ik ben daar nu ook al heel wat jaren te werk gesteld, namelijk binnen de dienst VGM zijnde, preventieadviseur, specialisatie ergonomie. We zijn een interne gemeenschappelijke preventiedienst, dus wij werken niet alleen voor Campus Leuven, maar ook voor alle andere campussen in Vlaanderen. En bovendien zijn we dan ook gelinkt aan alle hogescholen die een affiniteit met KU Leuven hebben. Voor 2018 gebeurde de dienstverlening rond ergonomie vooral vanuit IDW. Nadien is dit dan intern vanuit onze dienst opgenomen en hebben wij dan ook een gestructureerde dienstverlening hier rond opgezet. Met onder andere ook goede samenwerking met de aankoopdienst, onder andere rond raamovereenkomsten meubilair. Nu, hybride werken, ik denk dat ik jullie de term niet meer moet uitleggen. Maar binnen KU Leuven, en voor de periode van corona, was dat een situatie zoals denk ik in vele bedrijven. Omwille van corona en de ervaringen die het met zich meebracht, dat heeft er wel voor gezorgd dat er recent een nieuwe cao is uitgerold binnen KU Leuven, waardoor telewerk goed en structureel georganiseerd kan worden en waardoor dat er ook wel wat mogelijkheden zijn ontstaan. Nu, we weten allemaal dat telewerken, hybride werken, heel veel mogelijkheden biedt, maar dat er ook heel wat valkuilen zijn, zowel op mentaal, fysiek als sociaal vlak. En vooral dat fysieke aspect, daar ga ik vandaag toch met jullie even bij blijven stilstaan. We hebben het dan vooral dus over sedentair gedrag. En ik denk dat de meesten onder jullie wel weten wat daaronder valt. Maar ik heb toch voor alle zekerheid hier nog eens de mooie overzichtelijke figuur van Vlaams Instituut Gezond Leven geplakt. De definitie zegt eigenlijk dat sedentair gedrag inhoudt dat je een zeer laag energieverbruik hebt, dus minder dan 1,5 metabool equivalent, en dat dat dus vaak gaat over zitten, liggen of achterover gebogen leunen. We weten allemaal dat veel uren zitten gekoppeld is aan heel wat negatieve gezondheidseffecten, vooral op fysiek vlak, maar toch ook heel wat mentale aspecten. En we weten ondertussen ook dat sedentair gedrag niet hetzelfde is als fysiek inactief zijn. Dus dat zie je ook in de figuur. Sedentair gedrag en fysieke inactiviteit of activiteit zijn eigenlijk twee aparte concepten die je ook los van elkaar kan zien. Dus je kan perfect een hele dag sedentair zijn door veel op je bureaustoel te zitten, maar daarnaast wel elke avond gaan wandelen en dan ben je perfect gecombineerd sedentair, maar ook fysiek actief. Zoals ik al zei, vele uren zitten leidt tot hogere gezondheidsrisico's. We weten allemaal dat het niet zo evident is om het aantal uren zitten te verminderen tijdens werk bijvoorbeeld. Maar wat we ook wel weten is dat het de manier waarop je zit een degelijke impact kan hebben op je gezondheidsprofiel. En we kunnen eigenlijk twee soorten zitters onderscheiden. Dus je hebt enerzijds de prolongers, dat zijn mensen die zitten eigenlijk vaak langere stondes aaneengesloten en die nemen vaak maar één pauze en dat is ook een lange pauze. Daarnaast heb je de breakers, dat zijn eigenlijk mensen, ik noem ze vaak zonder zittend gat, die regelmatig een keer kort moeten onderbreken. Veel meer onderbrekingen, maar kortere onderbrekingen. En deze figuur toont eigenlijk de heupomtrek op de y-as voor die twee profielen. En wat zie je? Dat hoe meer onderbrekingen je per dag hebt van het zitten, hoe gezonder eigenlijk je algemeen profiel. Dus de boodschap is, probeer sowieso iets te doen aan het aantal uren zitten, maar zoals ik zeg, is dat niet al te evident. Probeer daarom te investeren in het meer onderbreken van je zitgedrag en dat kan dus door korte, kleine onderbrekingen. Dat is ook mee opgenomen in de bewegingsdriehoek. Dus naast de gezondheidsrichtlijnen van bewegen is het focussen op zitten heel belangrijk. Want wat blijkt, als je
Als je veel beweegt, dan gaat dat niet tegemoetkomen aan die negatieve effecten van het zitten. Dus het compenseert niet de twee dingen. En zoals je kan zien, men focust hier niet in het oranje gedeelte op het aantal uren zitten, men focust wel op die onderbreking. Hier staat nu 30 minuten, om de 30 minuten even recht staan. Maar mijn advies is eerder, probeer beter een evenwicht te vinden tussen zitten, staan en bewegen en dat een ganse dag door. Eventjes iets drinken. Oké. Nu, hoe zit het eigenlijk met het zitten bij hybride werken? En daarmee bedoel ik vooral het thuiswerken in deze omstandigheden. Ik heb geprobeerd een overzicht te geven van wat er in de literatuur beschikbaar is, maar dan stellen we toch al heel snel vast dat er weinig onderzoeken al gepubliceerd zijn over sedentair gedrag bij hybride werken of bij thuiswerken. En als die studies er dan wel zijn, dan focussen die vaak op de COVID-pandemie en op de veranderingen die dat zich met zich heeft meegebracht. En dan zien we bijvoorbeeld hier een grote bevraging waaruit blijkt dat mensen aangeven dat ze meer zitten op dagniveau tijdens de COVID-pandemie gedurende werk en vrije tijd. Een andere studie heeft op dezelfde manier gekeken of meer thuiswerken een effect had op beweging en zitten. Misschien is het niet helemaal duidelijk op die figuur. Ik kan moeilijk inschatten hoe groot dat de grafieken zijn. Maar jullie zien hier eigenlijk verschillende parameters weergegeven voor verschillende groepen van mensen. Op de y-as zie je bijvoorbeeld linksbovenaan het aantal minuten zitten, rechts onderaan de duur van uw zitstondes, rechts bovenaan zie je hoeveel minuten men licht fysiek actief is en links onderaan hoeveel minuten matig tot intens fysiek actief. En op de x-as zie je telkens eigenlijk het percentage dat men van thuis uit werkt. Dus die WFH is work from home. Dus hoe meer rechts op de x-as, hoe meer men van thuis uit werkt. En wat zie je? Duidelijk aangetoond. Oké, het is wel weer zelf gerapporteerd, maar meer thuiswerken in vergelijking met werken op kantoor leidt tot meer uur zitten, ook langere zitstondes en minder fysiek activiteit op elk niveau. En dit wordt eigenlijk ook allemaal bevestigd in een review die in juni 2021 verschenen is rond dezelfde thema's. Dus zoals Roeland ook aangaf, heb ik mezelf er ook wat verder in verdiept in het kader van mijn eindwerk in de specialisatievorming. Mijn algemene doelstelling was toen input te geven voor het ergonomiebeleid rond hybride werken binnen KU Leuven, omdat dat eigenlijk nog niet zo op punt stond wat het telewerken betreft. En ik heb in dat groter onderzoek dus ook specifiek gekeken naar sedentair gedrag bij thuiswerkers. En ik ga vooral vandaag stilstaan bij het luikje vragenlijst en objectieve monitoring. Oké. Dus ik geef ook wel direct mee, mijn onderzoek heeft plaatsgevonden ook in de COVID-pandemieperiode. En vooral ook in die periode dat thuiswerken min of meer verplicht was en dat je wel 1 of 2 dagen op kantoor kon zijn. Dus zeker ook dat meepakken als kritische bemerking dat we niet de effecten van COVID kunnen loskoppelen van de resultaten. Jullie zien hier op de x-as het resultaat van een 30-tal respondenten. Dus elk bolletje is een individu. En op de y-as zien jullie het aantal uur dat men aangeeft dat men zit per dag op kantoor of bij thuiswerk. En dan zie je eigenlijk systematisch dat die zwarte bolletjes altijd lager zijn, praktisch altijd lager zijn, dan de lichtblauwe bolletjes. Dus men geeft zelf aan, als men op kantoor is, dan zit men veel minder uren per dag. Verder vonden we eigenlijk ook wel, de mensen gaven het zelf mee en ik denk dat de mensen die hier ook naar de presentatie aan het luisteren zijn, dat ook allemaal kunnen bevestigen. Thuis hadden we op dat moment misschien niet dezelfde faciliteiten. Er zijn geen collega's. De uitnodiging voor een korte koffiebreak is er niet. Dus we hebben eigenlijk veel minder prikkels die maken dat we het zitten onderbreken.
Men gaf ook aan dat men minder fysiek actief was thuis, vooral door het wegvallen van de woon-werkverplaatsingen en dus ook de kleine verplaatsingen op kantoor. En wat ook heel belangrijk was, dat ze meegaven dat ongeveer dus 2/3 van de deelnemers meer gezondheidsklachten ervaarden sinds het thuiswerken door corona werd ingevoerd. Mijn excuses, maar als we het zo kunnen volhouden, ben ik al blij. Zoals ik aangaf, een relatief kleine steekproef. Het was wel een mix van verschillende soorten medewerkers, maar toch wilde ik daarin verder gaan en ook op een objectieve manier gaan meten hoeveel men zit en bewoog bij thuiswerk en kantoorwerk. En dan hebben we bij een nog kleinere groep de ActivePal gebruikt. Dus dat is een klein meettoestelletje dat je op het bovenbeen plakt. En afhankelijk van de positie meet hij of dat je zit, staat of beweegt. 5 medewerkers, dus we moeten eerder kwalitatief naar de data kijken, maar die leveren ons ook wel wat inzichten. De bovenste grafiek geeft het aantal stappen weer tijdens de werkuren. En op de x-as zien we telkens de resultaten per individu voor zowel het werken op kantoor als het thuiswerken. En dan zie je eigenlijk systematisch opnieuw dat bij kantoorwerk er meer stappen worden gezet. En je ziet ook natuurlijk wel veel variatie tussen de personen. De onderste grafiek, opnieuw voor diezelfde 5 personen, daar wordt de frequentie weergegeven van de zitstondes die langer dan 60 minuten duren. Dus we weten dat die zitstondes net een negatieve impact hebben op je gezondheid. En dan zie je buiten persoon 1 meegerekend, want die persoon zat nooit langer dan 60 minuten aan een stuk, dat bij de rest opnieuw het werken op kantoren zorgt dat er minder van die langdurige zitstondes zijn. We zagen ook op het vlak van fysieke activiteit een duidelijk verschil. Maar wat wel opmerkelijk was, de totale zitduur was niet veel verschillend tussen kantoor en thuis. Maar dus wel, als we kijken naar die periodes van lang zitten, die gebeuren dus veel meer bij thuiswerk. Dus de conclusie, we moeten echt wel voldoende aandacht hebben voor dat dynamisch werken. En we moeten vooral focussen op die onderbrekingen. Maar zoals ik al zei, we mogen zeker de resultaten kritisch bekijken van alles wat ik jullie al gepresenteerd heb. We kunnen deze resultaten helaas niet loskoppelen van andere effecten die te maken hebben met de COVID-pandemie. En daarom moet er zeker op termijn en nog meer onderzoek gebeuren. Wat ik altijd heel belangrijk vind als ik advies geef aan de mensen, is dat stilstaan bij het eigen zitgedrag. En zoals ik al zei, het heeft heel weinig zin om altijd te focussen op die aantal uren zitten. En daarom ben ik al heel blij met hele kleine praktische tips. En zoals, ga een keer naar de brievenbus, laat een keer uw afwasmachine in, hangt uw was een keer op. Want ook zo draag je eigenlijk bij aan je gezondheid en nog meer dan dat je ooit gedacht hebt. Dus dat heeft recent onderzoek ook aangewezen. Lichte fysieke inspanningen zoals deze, die zijn eigenlijk al voldoende om die negatieve effecten van het zitten te beperken of te niet te doen. En bovendien, ik heb er hier nog bij gezet, het is niet enkel belangrijk om dat te doen omwille van musculoskeletale of cardiovasculaire parameters, maar denk ook aan de gezondheid van uw ogen, die er zeker ook baat bij hebben om regelmatig eens een keer in een andere context te vertoeven en een ander perspectief te krijgen. Oké, dan kom ik nu bij het luikje van hoe dat wij binnen KU Leuven hiermee omgaan. Dus zoals ik al zei, binnen onze dienstverlening hebben wij toch ook wel aandacht voor dat dynamisch werken. En voor deze presentatie heb ik de gezondheidsmatrix Gezond Werken van het Vlaams Instituut Gezond Leven gebruikt om even een overzicht te geven van de verschillende acties die wij doen
om het dynamisch werken bij thuiswerk te stimuleren. Ik sta hier nu niet te lang bij stil bij dat model, maar ik geef wel mee dat dat een leuke tool is om gestructureerd uw aanbod te kaderen. Dus gaande van educatie tot zorg en begeleiding en dit op alle niveaus binnen uw organisatie. Ik ga beginnen met afspraken en beleid, omdat dat recent bij ons in het leven is geroepen door middel van die CAO rond telewerk. Dus voorheen was de medewerker eigenlijk verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek. Ik bedoel daarmee, er was nog geen structurele regeling, maar door deze CAO is er nu een financiële tegemoetkoming, waardoor men zelf eigenlijk de thuiswerkomgeving goed kan inrichten en waardoor men bijvoorbeeld dan ook de keuze heeft om een zit-staattafel aan te kopen of een dynamisch krukje om meer in te zetten op het afwisselen tussen zitten, staan en bewegen. Heel belangrijk is dit luikje rond sensibiliseren. Dus wij willen vooral de werknemers zelfredzaam maken, zeker als je weet dat we 15.000 werknemers hebben. We hebben onze website, we hebben zelftesten, maar we hebben ook bredere campagnes waarbinnen dat we eigenlijk ergonomie meepakken. En dan verwijs ik vooral naar KU Leuven Healthy, waar ik zo dadelijk ook nog eventjes bij blijf stilstaan. Dus jullie kunnen zeker ook eens naar onze website gaan om te kijken wat wij allemaal aanbieden en hoe dat we dat aanbieden. En zoals ik al zei, KU Leuven Healthy is eigenlijk een voorbeeld van een geïntegreerd gezondheidsbeleid, waar dat wij proberen alles rond gezondheid binnen KU Leuven samen te bundelen. En via een thematische jaarkalender proberen we daar gericht rond te communiceren dan. En ergonomie is zo één onderdeeltje. Sorry. Unifactief is een ander project. Ik merk dat ik sneller door mijn slides ga moeten gaan, maar ik ben er bijna door. Dus ook de onderbrekingen tijdens de middagpauze zijn eigenlijk heel belangrijk. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een luikje van activatie. Door workshops, door individuele analyses en door het juiste meubilair aan te bieden. En jullie kunnen hier alle info op de slide zien. En voor de thuisomgeving werken we ook samen met de dienst Samen Aankoop, waar dat eigenlijk hetzelfde materiaal als binnen de kantooromgeving kan aangekocht worden. En als laatste hebben we natuurlijk ook de mensen die via een zorgverstrekker zijn doorverwezen. Die proberen we ook zo goed als mogelijk op te volgen via gerichte analyses, fysiek of op via teleconsulting. Oké, ik ben blij dat ik er doorgeraakt ben. Het was misschien snel, het was me hier en daar een hapering. Maar ik hoop dat ik de belangrijkste boodschappen heb kunnen geven. Ah.